Je hebt ongelooflijk gefeest hier tijdens de promotie. Je hebt een succesvol eigen bedrijf en nu moet je druk gaan maken om een paar tientjes, een paar honderdjes in de maand voor spelers. Is het nog wel leuk om dit te doen? Ja, maar ik ben geen wegloper. Maar ik heb wel eens nachten dat ik wakker lig, want ik neem het wel mee naar huis. En ik ben een enorme winnaar op gebied van luisteren dat ik het maximaal wil. Alleen ik kan ook met tekortkomingen kan ik werken. En ik zei nu, het is echt gebeurd. En toen heb ik wel nagedacht. En dat was na de wedstrijd, of RKC, en dan maakte RKC 1-1. En hiernaast bij de trainers hebben ze zeg maar zo'n beeld, zeg maar, dan kan je de wedstrijd ook volgen. Dus in de laatste 2 minuten was het 1-1. En we hadden echt gewoon met 4-5-0 moeten winnen. Toen ben ik daar gezitten. En toen heb ik eigenlijk niks gezegd. En het was donker, en dus ik zat naar het beeldscherm te kijken. En op dat moment keek ik naar beneden en toen kwam er een muis aan wandelen. En die keek me eigenlijk aan in mijn ogen en ik keek die muis aan. En in één oog zag ik dat Dordrecht, eigenlijk dat ik eigenlijk 1-1 of hadden moeten winnen, en ik keek naar die muis. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, je krijgt wat je verdient in je leven. Het is zaterdagavond, een uur voor de aftrap. Waar FC Dordrecht een komen en gaan is voor tientallen spelers, zijn er mannen die nooit aan een vertrek denken. Kees en Karel, samen al 25 jaar steward aan de Kromme Dijk. En ze hebben een rustige avond. Het is dit seizoen nog niet zo druk geweest, dus. Hoe komt dat? Resultaat, hè. En nog een paar stukken of drie verlies. Dan heb je zomaar een 800-900 mandje. En zo werkt het. Dus ja, natuurlijk. En dan zit je er liever in de tuin dan. Een piketanetje. Ja, zo gaat het. Tegen FC Volendam zijn er veel kaarten weggegeven. Waardoor er zo'n 2000 mensen in het stadion zijn. En meestal is het nog iets rustiger. FC Dordrecht is de enige club in de eerste divisie die nog geen wedstrijd heeft gewonnen. Maar het publiek moet ook niet verwachten dat de eredivisionist van 2 jaar geleden mee gaat doen om promotie. De doelstelling dit jaar is handhaven. Dat heb Gerard begin van het seizoen gezegd. Dat heb de leiding begin van het seizoen gezegd. Ik dacht, en ik denk nog steeds, dat we een leuke groep hebben. Of we onderaan of bovenaan in de rechterrijtje kunnen eindigen. Vind ik dat we Champions League hebben gehaald. En dan ben ik enorm trots op mijn club. Toen Hans de Zeeuw een jaar geleden directeur werd, zag hij dat er jarenlang meer werd uitgegeven dan dat er binnenkwam. Inmiddels is er 7 ton aan schulden weggewerkt. Met als gevolg dat het spelersbudget terug moest tot een bedrag van iets meer dan 450.000 euro. Er zijn amateurclubs die meer te bieden hebben. Met deze begroting denk ik dat het heel moeilijk gaat worden om überhaupt zeg maar, in de Jupiler te kunnen blijven spelen. Ik denk dat we dit jaar geen probleem hebben, dat blijf ik zeggen. Omdat ik denk dat heel veel kwaliteit in deze groep zit. Maar je kan ook een jaar hebben dat het minder gaat. En we zijn gewoon ingehaald door heel veel clubs. Dus het is natuurlijk allemaal makkelijk om mensen te roepen en dat hoor je van, ja je moet die halen, je moet die halen. Maar soms voel ik me wel eens een bedelaar om een speler te gaan halen en dan praat je over 50, 60 euro. Maar die clubs uit de derde divisie, die betalen misschien hun spelers nog wel meer dan je hier bij Dordrecht kan doen. Nou, dat is gewoon feit. Er zijn heel veel clubs zeg maar in de derde divisie en dan praat ik denk 76% die een hogere begroting hebben dan FC Dordrecht. Bovendien verplicht de KNVB je om als betaald voetbalorganisatie minimaal 17 contractspelers te hebben. Met het huidige spelersbudget betekent dat dus dat een speler van FC Dordrecht maar 1500 euro bruto per maand verdient ongeveer. Dat klopt. En dan zit je met heel veel spelers nog hoog, wat je zegt. Is het echt waar, ja? 1500 is hoog aan de hoge kant? Ja, dan praat je over de middenmoot, ja. Daar schrik ik van. Ja, dat is wel een constatering, zo feitelijk wat gewoon de werkelijkheid is. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten, dat doen we niet. We raken ook niet in paniek. En ja, sommigen zeggen dan, is het nog betaald voetbalwaardig? Nou ja, dat mag iedereen invullen voor zichzelf, weet je wel. En ik zie dat altijd als een hbo-opleiding waar je zeg maar, de kans krijgt om profvoetballer te worden. En die kans krijgen bij ons. Een hbo-opleiding die vaak maar een jaar duurt. Want in vergelijking met dezelfde wedstrijd van vorseizoen tegen Volendam heeft Dordt nu nog maar 2 basisspelers over. Of je maakt een transfer, of je grijpt naast je laatste kans als profvoetballer. Ja, dat zegt hij ook altijd tegen ons. Jongens, jullie komen hier niet om hier te eindigen. Ik denk dat de jongens die hier zitten, die willen nog niet naar de amateurs toe. En die willen zichzelf in de kijker spelen. En die hebben het dan wel voor over om voor 1500 bruto te spelen. Dus ik denk dat het is. En de jongens die in amateur spelen, ik ken er ook een paar, die werken ook gewoon nog daarnaast. En die hebben misschien niet meer de ambitie om in betaalde voetbal te komen. En voor de hoofdtrainer geldt hetzelfde. Je werkt bij FC Dordrecht om te investeren in jezelf. Toen Gerard de Nooyer een half jaar geleden zijn diploma haalde, wist hij al dat de Kromme Dijk voor hem de ideale leerschool zou zijn. In de beperking toont zich de meester.
dit kan je niet op de cursus leren. Hè. Vorig jaar de cursus gehad, ja, dat heb ik al vaker gezegd. Dat, kijk, je kan alleen maar leren als je praktijk brengt. Nou, en dat doe ik nu. En dat is met vallen opstaan. En dan zullen sommigen denken, ja, oké, en ik maak fouten, spelers maken fouten. En daar kan ik alleen maar beter van worden. Er zijn ook mensen die zeggen, joh, waar begint hij aan voor een laag salaris hier bij FC Dordrecht gaan werken? Ja, je moet bijna geld meenemen. Klagen doet de trainer niet. En hetzelfde geldt voor de technisch manager. Het nieuwe stadion, waar al zo lang over wordt gesproken, zou de club kunnen helpen. Maar daarover wil De Zeeuw niks zeggen. Pas op de nieuwjaarsreceptie. Wel komen er financieel iets betere tijden aan voor Dordrecht. In het verleden is er gewoon meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Ja, en dat hou je nooit vol. En dat is ook de reden dat we nu echt eerst een keer een stap terug moesten zetten. En de boel moesten saneren. Echt schoon schip maken. Nou, dat is voor het overgrote gedeelte is dat gelukt. Het restant moet nog in dit seizoen plaatsvinden. En dan kunnen we gewoon volgend jaar weer rustig bouwen. Een stap omhoog maken, want het spelersbudget is nu 4,5 ton, hè? Ja, 4,75. Hè, tussen de 4,50 en 4,75. En volgend jaar moet daar gewoon 75.000 tot ongeveer 100.000 euro bij. Maar ook met een spelersbudget van 5,5 ton blijf je normaal gesproken een marginale rol spelen in de eerste divisie. Ook dan kan je jezelf afvragen in hoeverre FC Dordrecht nog betaald voetbalwaardig is. Want met een schuin oog kijkt Marco Bogens wel eens naar amateurclubs waar de randzaken veel beter verzorgd zijn. Vandaag zit ik dan, want ik ben een liefhebber, zit ik alle wedstrijden bekijken van Manchester United tot de derde klasse. Maar als ik de derde klasse zie, dan zie ik iedereen een pak lopen. Iedereen een pak lopen. Tot de materiaalman, tot iedereen loopt een pak. Bij ons lopen we al 2-3 jaar niet een pak. Dus we lopen langzaam, gaan we de achterstand in. En dat is niet geen kritiek naar niemand toe. Maar het is wel een constatering, een wettelijke constatering. Dat je zegt, luister, we moeten nu aanhaken en we moeten nu wakker worden. En ik weet zeker dat die directie heus wel wakker is. Dat zijn ze wel. Alleen, we mogen niet te veel afhaken, want je kan nu degraderen. En dan is het te laat. Maak je zorgen daarover? Dit jaar niet, absoluut niet. Totaal nul. En dat klinkt misschien arrogant, weet je. Dan kan iedereen zeggen, nee, dat heb ik totaal niet. Omdat ik geloof in deze groep. Nou, en dat heb je ook kunnen zien. Maar in de toekomst maak ik me wel zorgen. Want als je zeg maar geen vlees op je bot hebt en je komt dan een keer in problemen en je hebt wat mindere groep, ja, dan kan je wel in problemen komen. En dan, ja, dan zit je in de derde divisie. Maar dat betekent dat je geen achterban hebt, want we zijn geen amateurclub. Dan heb je niks meer, hè. Na 4 nederlagen en 3 gelijke spelen wordt er zaterdag voor het eerst gewonnen. Eindelijk! De zorgen voor de lange termijn zijn nog altijd gerechtvaardigd, maar geen speler die daar nu aan denkt. Allemaal hopen ze dat ze volgend seizoen bij een betere club spelen.